Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben eventjes aan het editen en Lars en Mees zijn beneden en Lars heeft vandaag een wedstrijd, dus we gaan zo richting Groningen. Wij zijn weer even verder op de dag en Mees is vanochtend weggegaan en toen gingen wij zelf ook uit Vink Veen, ging Lars naar Groningen en ik naar huis en ik ga nu richting Groningen. Alleen het gaat regenen nu. Dat is niet zo chill. Maar ik ga met Lars en zus naar de wedstrijd kijken. En ik moet nu dus bijna 2 uur gaan rijden. En ik moet eten. Want ik heb alleen ontbeten. Ik heb zoveel honger. Dat is echt insane. Dus die gaan we maar even doen. Gaan we even regelen. Op naar Groningen. Let op, slecht wegdek. Ik heb met Lars zijn zus de wedstrijd bekeken en dat was heel leuk, want het leek er 90 minuten lang op alsof Groningen zou winnen met 1-0. En toen in de verlenging werd het 1-1, dus dat was zonde. Maar goed, we zijn met 3 auto's, dus dat is ook heel onpraktisch. En we gaan nu eventjes nog wat eten bij een Italiaan. En dan gaan we... Kijk, goed, ja. En dan blijven Lars en ik hier. En morgen, als het goed is, de sleutel van een woning in Groningen. Ik kreeg super veel opties. Van jullie allemaal toegestuurd. Dus dat was echt heel lief, dankjewel. En ja, Lars heeft volgens mij via makelaar dit geregeld. En is er dus vanaf morgen een woning. Dus dat is ook wel chill. Want in dat hotelleven is ook niet wat je eigenlijk wil. Maar eigenlijk zou ik dat wel willen. Ik zou echt heel graag in mijn leven in een hotel willen wonen. Weet je, gewoon een jaar lang. Gewoon een beetje als Zack en Cody van vroeger dat programma. Dat je dan gewoon lekker in een hotel leeft en iedere dag je bed wordt opgemaakt en roomservice bestellen. Dat lijkt me echt het beste ooit. Lekker de spa in als je er zin in hebt. Oh, heerlijk. Ja, ik zou echt wel in een hotel kunnen wonen, denk ik. Nou, we zijn weer in het hotel. Het was een fantastische dag. Oh, liefie. Je ziet er schattig uit. En we hebben net even gegeten bij de Italiaan met Lars en zijn zus. Hè, zus? Mhm. WB Pri. Kom maar goed, schatje. Gelukkig katje. Lekker, hè? Je kijkt er naar jezelf en je denkt echt, ik zie er niet uit. Ja, ik zie er echt niet uit. Ik vind het dus echt heel leuk, je haar zo. Ja, maar ook dit pak. Ja, grijs is, maakt jou niet, niet beste maakt jou niet fleuriger ofzo. Het is niet het beste kleur. Nee. Je ziet er nu echt uit alsof je op zo'n grijs kantoor werkt, weet je wel? Ja, dat is mijn werk wel een beetje op dit moment. Een grijs kantoor? Ja, het is niet heel best. Jawel hoor, schat. Maar ja. Komt dan wel weer goed, toch? Kut, we hebben geen kaart gevraagd. Kut. Wat kun je even doen? Gewoon eventjes kroongetuigen kijken. Maar jij hebt het al gezien, dat is niet leuk. Heb je expeditie al gezien?
volgens mij gewoon gekeken. Ik wist niet dat jij het wilde volgen. Ja. Ja, we kunnen dat ook kijken. Voor mij niet. Ja, leuk. Net als kroogtuig 1, die ook had gezien, dan kijk gewoon samen. Oké, maar liefie, dat ik kroogtuig had gezien was omdat ik aflevering 2 ging kijken, maar voor de rest... Oh, jij zit erin, hè? Oké, wat wil je kijken? Kroogtuig bij Spitsie? Iets anders. Weet niet. Ik wil je filmpje met Gio zien. Oh ja, dat kan wel. Mag dat? Ja hoor. Moet ik dat stiekem doen alleen? Nee, die is wel leuk. We can do that. Oké. Hup hup. Kamertje aan. Wij gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. Waar slaat het nou op? In plaats van dat je mijn vlog even voor me afsluit. Oké, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En dan zien we jullie morgen weer. Doei, ja, morgen is weer een nieuwe dag. Zijn we nog in Groningen. Mm-hmm. En dan moeten jullie abonneren op Monica Geuzender kanaal. En dan komt het allemaal goed. Doei. En morgen krijg ik de sleutel van mijn huis. Dat heb ik al verteld. Oh, dus bedankt voor alle tips. Dat heb ik ook al gezegd. Bedankt voor het aan. Liefje, ga je morgen vloggen als je gaat trainen? Ja hoor. Ja? Nee, morgen kan niet. Nou, ik kom vandaag vloggen. Ja, ik kom vandaag vloggen. Ook hebben we gelijk gespeeld. Ga ik jou nu je neus hangen? Oh, doei. Monica de neus. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. En ik ben wakker geworden in Groningen in het hotel. En gisteren naar de wedstrijd geweest van Lars. En nu is hij trainen. En straks gaan we naar de woning in Groningen. Dus dat is leuk. Lars is nu nog op training. En ik ben wakker. Ik ga even beneden iets eten. Ik denk dat we vanavond nog hier slapen. Omdat we natuurlijk nog niks hebben voor een nieuwe woning. Dus ja. Dit is de outfit. Het is redelijk koud. Dus misschien dat ik dat rokje nog ruil voor een broek. Deze groene trui. Dit rokje. Ik vind hem heel schattig met allemaal van die sterretjes zo erop. En mijn Balenciaga laarsjes. Ik vind het zo irritant dat deze lift dus geen spiegel heeft. Ik vind echt dat in een lift gewoon een spiegel hoort. Waarin je toch nog even de laatste check kunt doen. Maar goed. Dat is er niet bij. Ik eet even snel een broodje roastbeef. Lars was eindelijk terug van trainen. Ja, dat zag ik ook. Goedemiddag. Had je maar al begonnen? Ja. Even nu zie je jou niet. Nu zie je jou niet. Oké. Hi. Hallo. Welkom bij een nieuwe vlog. Dat had ik al gezegd, schat. Weet ik. Wij hebben net lekker gegeten bij... Een sushi restaurant. Sushi nog iets. Sushi Plaza? Zo? Mall. Sushi Mall. Sushi Mall. All you can eat. En lekker geluncht. Het was niet vies. Ik vond het niet vies. Jij vond het wel vies. Nou, ik vind het gewoon een beetje apart. Dan ga je een sushi eten en dan staat een frikandel op de kaart. Ja, inderdaad. En worst. En worst. Maar het was niet vies. Alleen de bediening was echt niet heel erg vriendelijk. Ja, we waren dus zeg maar best wel vroeg, want het was 4 uur. We waren de enige. Echt letterlijk de enige. En het ging niet allemaal heel snel, maar het eten was niet. Nee, het ging niet snel en op een gegeven moment zeiden wij van, mogen wij op een bank zitten, want dat zit relaxter. En toen moesten we naar de andere kant van het restaurant, want bij de bank waar we stonden, die was voor 6 personen. Maar er was niemand. Dus ja. Maar het eten was niet verkeerd. We gaan nu eventjes naar Mercedes. Je wordt gebeld. Ze bellen. Ja. Mama. Oh, mommy. Sorry, mama. Wij waren net bij de autodealer omdat Lars een nieuwe auto wil. Maar Lars zijn autosmaak ligt ver buiten die van mij. En mijn autosmaak ligt ver buiten die van Lars. Je hebt er niks aan toe te voegen? Ja, dit is niet de smaak, meer de kleur. Ik vind witte auto's mooi. En jij zwarte auto's. Ja. En ik heb heel graag dat Lars een family car gaat rijden en niet een... Een auto voor mensen die vrouwen verhandelt. Dus ja. Alleen Lars denkt daar niet zo over. Monica wil mij het liefst in een zo lelijk mogelijk auto. Nee, ik wil Lars absoluut niet in zo lelijk. Ik mag mijn haar niet doen. Nee. En ik moet er ook als een zwerver bij lopen. Waar moet ik heen, Ja.
zodat ik niet... Links hier? Godver, links? Ja. Ja. Ik zei al drie keer ja. Ja, maar je zegt zo, je zegt ja, je fluistert ja. Oh, kijk, dan helemaal beeld is weg. Oh nee. Maar goed. Ik wil dat Lars in de Renault Megane gaat rijden. Daar is Lars het zelf niet mee eens. Nee, dus nu heb ik de deal gemaakt. Ik koop een Renault Megane. Dan kan Monica erin gaan rijden. Dan rij ik haar auto. Ja, maar... Want zelf wil ze wel een dikke range rijden. Nee, welke links voor rechts? Naar rechts. Zie, ik kom nu weer uit je woorden. Ik zou... Zo bot. Ik vind echt, ik maak nu geen grap. Ik vind de Renault Megane een prachtige auto. Nou, moet je er lekker mee gaan rijden. Gewoon... Nee, maar ik heb ook een prachtige auto. Dus, ja, ik heb ook een prachtige auto die ik prachtig vind. Nou, dus waarom neem jij het dan niet? Omdat ik het geen leuke auto vind. Oké, wat vind jij wel een leuke family car? Family car? Ja. Bentley, Bentayga. En Bentley is ook geen family car. Je hebt een Jeep van Bentley. Ik haat Bentley. Je hebt een Jeep van Bentley. Nou, laat zien dan. Koop dat. Ja, die is Jeep van. Echt hoor, wat? Waarheen? Ja. Geen maar ook, het is niet. Hele aanval. Nou, meisje toch. Bentley voor je. Bentley, Bentayga. Godzang. Bentayga heet die. Dit is echt een zieke family car. Nee, we zijn er bij Susha gestaan. Nee, dit is echt zo'n ontzettend lelijke auto. Ik heb nog nooit zoiets lelijks gezien. Echt verschrikkelijk. Nee, godverdamme. Het lijkt wel een lijkenwagen, joh. Ja, dat kan je echt niet zeggen. Het lijkt hierop. Ja, dat is net niet waar. Maar, Porsche Cayenne. Ja, dat vind ik een mooie auto. Maar die is aardig prijzig. Klopt. Dus als ze gewoon eventjes in de prijsklasses blijven. Want kijk, jij, je hoeft niet... Die nieuwe Volkswagen Jeep vind ik ook mooi. Niet gezien. Die kwam dus. Jawel, die heeft oh, staan niet laten zien. Maar weet je wat het is? Je hoeft niet al je budget ook op te maken. Je kunt ook letterlijk gewoon echt gewoon... Ik vind dat Mitsubishi ook hele mooie auto's heeft. Mitsubishi? Ja. Die Jeeps? Nee, gewoon überhaupt. En ik vind dat Kia heeft ook mooie auto's. Lager segment gaan zoeken. En praktisch. En deze vent wil met een kind. Wil die een auto met fucking twee deuren alleen maar. Normaal niet alleen maar. Dat model vind ik gewoon mooi. Ja. Maar dat is niet praktisch. Je mag toch wel zeggen dat ik iets mooi vind? Ja, nee. Dan ga je dat zo doen. Dan ga je het triest doen. Zielig joh, godverdomme. Zielig ventje. Echt. Echt een misselijk makend ventje. Ja. Torrebak. Torrebak, ja. Super cool. Maar wat heb jij gezegd? Lars en ik gaan nu naar de film. En we gaan naar It. En ik ben zo bang. Ja, ik zweet nu al. Jij hebt ook weer de air kwijt zitten in de auto. Ja, ik zweet me trouwens ook. Oké, we gaan dus naar It. Ik ben heel bang. Doei. Ja, doei. We komen net uit It. En ik heb een boete. Ik ga thuis. Ik heb zin in... Ik? Wat? Ik heb er zin in, zei ik. Waarin? In die boete. Oh. Wij komen net uit Eet en het was... Ik vond het wel meevallen hoe eng het was. Meid, je hebt de hele ding in je ogen dicht. Echt? Nee, ja, ik heb wel schrikmomenten, maar ik vond uiteindelijk niet... Ik vond het verhaal ook niet heel sterk. Nee, dat is een beetje kinderachtig. Kinderachtig? Ja, met die kids en... Ja, tuurlijk kids. Voel je het kinderachtig als mijn kind kon het ook kijken? Nee, dat niet. Nee. Verhaal was kinderen. Ja, weet je. Weet je voor jou. Oké, dan moeten we even ergens eten. Ja. We eten. Zo. Wij moeten nu wat gaan eten en... Ik wil graag echt goede, lekkere restaurants in Groningen weten. Dat hebben mensen heel veel gezegd. Echt? Mm-hmm. Oh, maar je hebt het ook echt goed onthouden, dus. Nee. Als ik jouw vlogs niet mag kijken, weet ik dat niet. Ik vind het wel moeilijk. Papi en ik zijn bij de Japaner beland. Ik heb gisteren de vlog helemaal niet meer afgesloten. We waren dus naar de film geweest, we hadden gegeten en toen waren we... Terug gaan naar het hotel. En toen zijn we lekker gaan slapen. Dus hartelijk bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer.